Deze nieuwsopname is de vierde en laatste over een interview wat gehouden is met een katholiek en die heet vader Malachi Martin. Ik pak hem op waar we gebleven zijn. Adam Michael, what's in the name? Really? It's the information that's important. Right. Yeah, we have a caller calling in from our affiliate in Lakewood, Colorado on KHAL 2. His name is Brad. Good evening, Brad. Hij zei, we hebben een call gekregen van een affiliate. Dat is wat ik de hele tijd al dacht. Want ze hebben van die bellers en die zitten allemaal in het spel en stellen hele eenvoudige vragen. Ze gaan vader, laat me niet lachen, Martin, niet vragen hoe het zat met die genocide die ze gepleegd hebben, die zijn organisatie gepleegd heeft, waar hij zijn hele leven voor betaald heeft gekregen, met zijn mooie pakkie en zijn stropdas. Daar gaan we het niet over hebben. Nou, welke zullige vraag komt er nou weer? Brad? Hello? Brad, you're on the air. What's your question for my guest? Can you hear me? Yes, we can hear you fine. Fine. Brad? Yes? Turn your radio down. You'll need to turn that down. Okay, I've got it down. Okay, go ahead. I've got a two-part question. Okay, Brad, go ahead. The first one would be, for my own edification, a definition of the difference between Satan and Lucifer. Okay. And the second part of it would be the origin of evil, i.e., has it existed as long as, say, God and the spirits of light are good, or was that something that was a manifest from the original creation and God's creation? Yes. Well, the difference between Satan and Lucifer is this, that Satan is always represented as a snake. Lucifer is a scorpion. They have two different functions. We only, spirits which have no bodies, and Lucifer and Satan haven't got bodies, are only distinguishable by their functions. And Satan's main function is to kill, to liquidate. Lucifer's main aim is to deceive. He's the liar. So they're two separate entities. Okay. Dus Satan, dat is een slang. En die wil ons doden. Dat is helemaal niet waar trouwens. Een slang wil je niet doden. En een schorpioen is een misleider. Oh. Dus Satan wil ons dood en Lucifer wil ons misleiden. Mijn punt hierbij is dat 2000 jaar geleden is er een mens geboren. Is er een leven geweest. En die had het niets over duistere machten, krachten. Hij was empathisch. En het je verdiepen in het slechte, ja, je mag het doen. Hè? Het slechte is oneindig. Het goede is één. Dat had deze man met zijn leeftijd toch moeten weten. Je hebt zo'n band gehad hier in Nederland en die heette de Jostie Band. Jostie Band. Ja, dat was toch ook muziek? Hè? En dit soort muziek, die zit deze kerel ook te vertellen. Separatist, yes. The beginning of it all started off when there was a revolt by angels. One third of the angels created by God revolted and said, we will not serve. Led by Lucifer and Satan. That was the beginning of it. Oh, dat is nieuw. Dus een derde van de engelen stonden op tegen de Heere Heren en werden geleid door twee personen. Heb ik gelijk een vraag bij. Hoeveel Adolf Hitlers had je?
Of moet je zeggen, ja, want Adolf Hitler was de... Even denken hoor, dus Adolf Hitler was dan Lucifer, de misleider, want dat heeft hij gedaan. Maar hij was ook Satan. Hij heeft heel veel Duitsers gewoon laten... Ja. Dat wist hij ook wel. En de paus wilde dat graag, want alle Duitsers dood, want de Duitsers deden niet mee met de katholieke kerk. En wie was dan Satan? Hij was de doder. Ik denk dat Bomber Harry, die zat in Londen in die tijd, hè? En die Amerikanen, die hadden op zich niks te maken met die Tweede Wereldoorlog, zogenaamde Tweede Wereldoorlog. Die mochten militaire installaties bombarderen en fabrieken. Dat deden die Amerikanen wel. Die Engelsen, die, ja, ik weet niet hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben, maar die vonden het veiliger om gewoon Hamburg te gaan bombarderen. Gewoon kleine kinderen, oude vrouwen, al die jonge mannen die zaten in Stalingrad zichzelf dood te vechten op instigatie, op aanwijzing van Adolf Hitler. Ja, misschien dat u dat bedoelt, oké. Then when man was created, they started taking part in man's universe and trying to seduce him away from God, as it is in the Bible. That's the origin of evil. And of course, it still goes on. It goes on every day. They were created for this cosmos, and they intend to keep acting in it until the final day when this cosmos will be wiped out, and they will have to descend and live in hell forever. Now, last week, we discussed the supernatural events surrounding the present Pope, John Paul II. I understand that there is something that is supposed to happen possibly soon. Can you elaborate yes, for us? Yes, there is. There's no doubt about it that if I were disposed to sort of prophesy in the loose sense of the word, Michael, I would say, oh, I'd keep your eyes on the skies from this autumn, 96, until late spring, 1997. Just about the time, which is June 30, actually, just about the time that Hong Kong reverts to the Chinese. No direct connection with that. But in that period of time, I would be very surprised if there weren't some astounding happening in the cosmos affecting every man, woman, and child on this earth. Do you have a feel for what it could be? There's a lot of interest today in comets. Well, no, it's not that. Okay. No, this is something else. It's not physical. It will have a physical manifestation, but it will be putting on notice of everybody where they stand as regards God. Could that be something... Mooi, hè? Hier gaat vader Lapenie Lachen Martin even vertellen dat wij in 1996 naar de hemel moesten kijken, naar de lucht moesten kijken, naar de wolken moesten kijken. En dan tot en met ergens in 1997. En dan zouden we het wel zien. Dat was toch die tijd van Marc Dutroux? Of was dat die Zandvoort-affaire? Misschien dat hij dat wel wilde. Ja? We gaan maar kijken hoe iemand als Marc Dutroux met een busje... Die plukt allemaal kinderen van straat. Brengt ze naar die fijne feestjes. Die de katholieke kerk helemaal niet erg vindt. Daar hebben ze nooit iets aan gedaan. Ja, de katholieke kerk is alleen maar de katholieke kerk, hè. Ze hebben hun eigen kanonieke recht. En ze zitten zelf tot over hun oren in de schulden. Als je het hebt dat als je een klein kind neukt, dat je een schuld hebt. Want dat mocht niet. Ook al was dat mensje... in de steek gelaten door de ouders vanwege de slechte economische situatie die de katholieke kerk zelf heeft georganiseerd. Heeft hij het daarover? Oh, wat jammer dat deze man overleden is. Equivalent to what happened in Fatima in 1917? It will be something equivalent to it. It's a consequence of it. And it's going to fulfill all the things predicted at Fatima in 1917. But it's primarily going to be a putting on notice. People will know exactly where they stand. Nobody will be converted. Nobody's going to get faith out of it.
but they will know where they stand. Oh, that's wild. Yeah, it is wild. It's wild. And it'll be something permanent. They will always have that in front of them from then on. But they will know. Everybody will know. Wherever they are, in whatever language, in whatever climate. What do you think the future of politics are? The future of politics, we're making plans at the present moment now to re-elect, to elect, or that was a Freudian slip, to re-elect a president, to make choose a president in November, all right? And apparently Mr. Dole and Mr. Clinton are the candidates, or perhaps Mr. Perot. But anyway, we are acting as politics as usual, and we have to. And we're all making investments. And if we have children, we're investing in their future, sending them to college. We have to do that. But politics as such, the national politics of each country, is practically at the term, at its end. And it's one of the things we all sense, too, that nationalistic politics, such as we have practiced it, the nation state as such, is coming to its end. Daar is die. Er is geen naties meer. Er is maar één soevereine staat, en die heet het Vaticaan, en de rest staat daaronder. Het Vaticaan heeft alle poen in handen, hebben alle politici in discrediet gebracht. Tenminste, ze kunnen ze in discrediet brengen. Dus al die politici die doen precies wat het Vaticaan wil, want anders doen ze een boekje open. Ze hebben al die mensen uitgelokt op dat seks hebben met minderjarigen. En dan met cocaïne erbij en alles wat je maar wil. Als je me niet gelooft, dan geloof je me gewoon niet. Dat is verder geen punt. Maar hij weet er alles van. Hij ligt in zijn graf en ik wil dat hij zichzelf omdraait. En mij aankijkt. Of ligt, nee, hij ligt natuurlijk op zijn rug. Nou ja, nou, dat kan niet echt, maar... Dan draait hij zich een rondje om, 360 graden. Ik doe die deksel van zijn graf open. Hij kijkt mij aan. En ik zeg tegen hem, je hebt je leven verprutst. Je hebt het huis van mijn vader bezoedeld. En doubtless the young people, I'm 75, so I don't reckon myself there, but the younger people, the 20-somethings, the 30-somethings, perhaps the 40-somethings, will live the day when major decisions about our money, and about our education, and about our religion, are not made by the Senate or the Congress or the presidency. They're made outside by other agents. This is the New World Order. The New World Order. Ja, want de Vaticaan wil niet dat jij iets leert. Hè? Hij had moeten zeggen, mensen, dat onderwijs wat je krijgt, wat door het Vaticaan wordt gestuurd om jullie regio tot armoede te brengen, dat is niet genoeg. Als je kind thuis komt van school, dan geef je het een tosti met, mijn kind wilde er dan tomatenketchup bij. En geen mayonaise. Ik zelf vind dat wel lekker hoor. Mayonaise, een beetje ketchup, een beetje mosterd. Misschien een uitje. En als je kind bijgekomen is van de hele dag uithijgen op dat stomme onderwijs, dan ga je je kind leren. Het alfabet, de getallen van 0 tot en met 9 en daarna doortellen. Dan snapt zo'n kind de grap ook wel. Dan maak je daar gewoon zelf slimme kinderen van. Dat moet hij zeggen. Nee, dat zegt meneer niet. Hij zegt alleen maar, het onderwijs is kut, het onderwijs is kut, het onderwijs is kut. Ja. Dat vind ik ook. En wat moet je daaraan doen? Ja, zelf onderwijs geven natuurlijk. Maar daar houden ze niet van, die katholieken. Want als wij onze kinderen zelf gaan onderwijzen wat er in de Bijbel staat, dan kan hij dat dure pakje van hem zelf gaan betalen. En zijn kinderen van zwemles gaan halen. En hij wil er een beetje leuk uitzien en heeft hij ooit seks gehad? Already big decisions are being made that we have nothing to do with. We just obey. And it's coming, there's no doubt about it. But so politics, as usual, is slowly but surely being squeezed out completely. I know that we've been talked about this also last week, but mm-hmm. What do you see as far as the
the major players in the New World Order? The major players in the New World Order, they can be reduced very, very simply, really. You have the three great economic powers at the present moment, the three vying for power. You have the USA, and you have China. China is our big problem. What to do with China? Sorry? China is ons grootste probleem? Ik heb helemaal geen probleem met China. Jij toch ook niet? Wat gaan die Chinezen dan doen? Als ze hier naartoe komen, ze komen hier naartoe natuurlijk, en dan zeggen ze altijd heel vriendelijk, sambal bij. En dan denk ik van, Nederlandse taal erbij. Want dat weten ze niet, hè. Hé, hey, maar de Chinezen is allemaal hang chang wang 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 wang. Maar die maken eten hier. Ja, kom op. Is dat het fucking probleem? Sorry voor mijn Duits. Over 1.2 billion people, they can learn anything that we invent and do it better than we do it. They're utterly atheistic. They have no God. They were never Christian or Jewish. They're a smattering of Buddhism, smattering of Hinduism, a smattering of Zen and things like that, but no formal religion as such in their culture deep. And then there is Russia. Will Russia pull out of its tailspin at the present moment? Because it's in a tailspin. It's a country run by clans. Rusland had een aristocratie. En die heette toch Ramaninov, zo. Nicolaas, tsaar Nicolaas. Die is te grazen genomen door de katholieke kerk. En toen zijn ze binnengedonderd. En ze hebben dus hele stukken van Rusland totaal kapot gemaakt. En uiteindelijk, toen die Gorbachev met zijn wijnvlek op zijn kop zei van, perestroika, glasnost. Ja, dat was in de tijd dat de enige die nog belasting betaalde, dat waren de ambtenaren. Ja, toen hebben ze die muur maar omlaag gehaald. Om er nog iets meer geld uit te peuren. De katholieke kerk die heeft Rusland tot aan de afgrond gebracht. En tribes en gangs. Will it build itself up to be something? It still has nuclear missiles, by the way. It still has 10 secret cities manufacturing nuclear weapons. It still has an army. It still has a KGB, called by another name, a secret police, with spies all over the world. That still exists. It still has prison camps. Well, just because it changes its face, which is something that I kind of feel myself is happening, yes, doesn't mean that the poison isn't still there or still acting. It's gone. You have Europe then trying to forge a unity between these about 17 countries. We still have Europe trying to enforce a unity between 17 countries? Dat is helemaal niet waar. Ik vind dat alle Belgen, voor zover ze in België tevreden zijn, laat ze lekker in België wonen. En als ik in België tevreden wil zijn, dan ga ik naar België toe. En Frankrijk, daar wil ik niet wonen. Spanje misschien wel. En ik vraag me af of ik in Italië niet veel te gelukkig zou zijn. Doe mij maar dat kutweer hier in Nederland. Maar vanwege die globale verwarming wordt het hier net zo warm als in Italië. Dus dat maakt ook niet meer uit. Nou, laatste minuten. The European Union is not going to go very far. It will be dominated by the USA and by Russia. But they're the main geopolitical pawns at work here. The bishops, the knights and the bishops and the kings that will run this system, are men and some women, but mainly men of great wealth. And they are the players, for instance, in the BIS. The Bureau of International Settlements in Bonn. En maakt hij weer diezelfde fout. Dus de Bank of International Settlements. Ik ga het nu opzoeken. Nou heb ik er genoeg van. BIS. Swiss.
Nee, de BSI. Die bedoel ik niet. Bank voor in. Ja, hier staat het gewoon. Zie je wel? Die vent die ligt gewoon. Het heet niet de Bureau of International Settlements. Het is de Bank voor International Settlements. Het is degene. Wij gaan wel bepalen wie er nog iemand moet betalen. Dat doen zij even lekker. En dat kost dan 10% voorlopig. En uiteindelijk onderhands 80%. Meer. Kan wel janken. Ja, zo'n klein stukje mensen. Basel, which is composed of all the heads of all the central banks in the major industrial countries. And these people, together with others, decide the flow of capital and the flow of capital goods, without which no nation can live today. One thing I'd like to say here is that... Die mensen beheren de geldstroom. En dat is nodig, want zonder die beheersing van de geldstroom zouden we niet kunnen overleven. Iemand moet het feit dat ik... Stel, ik heb een tuin. Ik heb geen tuin. Ik heb een tuin. Stel, ik vraag iemand, kan je even chop, 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 chop? Die planten hebben toch geen pijn. En dan moet ik geld gaan betalen aan die man natuurlijk. Want die heeft mijn tuin opgeknapt. En dat is een geldstroom. En daar gaat zijn organisatie het beheer van hebben. Oh, oké, dat is goed, jongen. All of these statements that you've made, you know, they're very heavy statements. And of course they hold serious implications for our future. These statements you're making are verifiable. Every one of them. I mean, these are factual statements that have to do with what's really happening out there today. Yeah, they're all verified. For instance, do you know, for instance, that President Clinton is great friends with a man called, who's the head of the National Urban League? What's his name? Vernon. He's just written up today in the New York Times. I didn't see it. And Bill Clinton has, previous to becoming president, joined the Bilderbergers. And we hear a lot of this stuff around today, a lot of this discussion about this. There's a lot of stuff going on, but the people who really make decisions are people belonging to any and every country. Their chief qualification is that they command money. And that's the name of the game. That's the name of the okay, game. Okay, hold. Yeah, that was the name of the game van de katholieke kerk altijd al. Hold that thought. We're going to go back to, we got to go to break. When we come back, we'll get some closing comments from my guest, Malachi Martin. Of course, his book is Windswept House. It's out on the market now. I highly recommend it. It's a novel, but it's very, very interesting. And as they say, well, sometimes only fiction can be told, or only truth can be told as fiction. Before we go to the final closing comments, Malachi, I want to just say that probably, I think you've probably been one of the most fascinating guests I've ever had on the program. Thank you very much, Michael. There's a lot of meat here, and I like that, and I think our audience does as well because of the. It's evidenced by the calls that we received last week. Good. After the. Zo mooi dat hij het heeft over vlees. There is a lot of meat here. Christus Jezus heeft gezegd: dat wat dood is, eet je op. CQ, dat wat je opeet. Dient dood te zijn. Ik heb daar nog een anekdote van. Dat ik echt heb meegemaakt. Dat mijn dochter een levend insect heeft opgegeten. Maar dat vliegje was ook op haar frietje gaan zitten. Had hij niet moeten doen. The program. So closing comments here. We've got roughly 1 minute. What is the... The closing comment really to make, Michael, is this. That if anybody has any coin of faith in their pocket, let them take it out and polish it up. I'm speaking to Americans now, my fellow Americans. Because, you know, we have a thing here called in America, which is America's civic faith. We try to supply moral purposes for public policy and moral virtues for democratic citizens as a civil religion.
But it hasn't been enough. It hasn't. It doesn't suffice. It is not enough. We need religion as such. We need to be on our knees in front of our Creator. And we need to acknowledge Him, as James Madison said. En nu krijg je waarschijnlijk een van een outro muziekje. Hier zie je het, hè? Dit is materialisme. Iedereen heeft een jurk aan. En dan gaan we eerbiedigen. Als jij wilt bidden, dan ga je morgen naar het daklozencentrum. En dan ga je kijken of daar dakloze kinderen zitten. En die neem je mee naar huis. En dan is het maar een moeilijk kind. Dat is bidden. Dat is eerbiedigen. Want ieder mens is een kind van God. En die vent die je de hele tijd zijn foto hebt gezien, die alleen maar bullcrap praat. Want ik werk fijn voor een hele grote organisatie en we hebben 1 miljard volgelingen. En dat is 2 keer zoveel als de mensen die wij vermoord hebben. Dus is dat een factor 2 beter dan de rest. Want de christenen hebben nog nooit iemand vermoord. En wij wel. En daarom hebben wij zoveel volgelingen. Ja. En het dendert maar door met die katholieke kerk. Want hou ze in de gaten. De islam, dat noemen ze dan, is Arabisch. Het geloof der onderwerping. Dat is van de katholieke kerk, man. En allerlei dombo's, die snappen het niet. En die gaan dood. Voor onwetendheid geldt geen vergeving. Het is jammer. Maar helaas. Dit was de laatste van Malachi Martin. Of Malachi Martin. Of vader, laat me niet lachen. Oh, de pakje kost laatste. Dat is een mooie afsluiting. Op zijn Engels. And call no man your father upon the earth, for one is your father, which is in heaven. Ja, probeer het een beetje, man. Kom op. Alsjeblieft. Kijk, het boeddhisme, dat was van een tijdje terug. Je mag ook het christendom neo-boeddhisme noemen. Zal ik gewoon de echte King James erbij pakken? Matthäus 23, vers 9. Okay. Dan leer ik het ook een beetje. Oké, dus dit is de King James Bible. Het is allemaal zo makkelijk. Het staat allemaal op internet. Je hebt die hele lullo niet nodig met zijn bespiegelingen over hoe het moet gaan zijn. Want hij heeft altijd gratis geleefd. En hij wist wel dat allerlei collega's seks hadden met kleine kinderen. Maar hij had zoiets van het doel heiligt de middelen. 23. Ja. En dan vers 9. Dit is de officiële, die correspondeert met mijn Bijbel. Daar staat hij. Ik pak even mijn Nederlandse vertaling erbij. Wat die vader laat me niet lachen. Ik met hem gewoon, ja, ik kan het niet meer. Die vent is dood. Maar hij heeft nog opvolgelingen. Dus dan pak ik die ook nog.
Ik ben niet bang voor werk. Matthäus. Dan bieden wij. 9 en dan vers 20. Nou, even kijken het op. Eerst had ik 9. Ja, maar deze 9. Ik zit toch goed? Oh, ik zit fout. Nee, 23. Laat me gewoon even zoeken. Als jij jezelf een Bijbel aanschaft, dat moet je echt doen hoor. En ik heb zelf een NBG-Bijbel. Kan je ook doen. Het zijn zoveel pagina's. Nou, dit is de consensus van ons mensen. Hier staat hier op de Nederlandse vertaling, dat is ook wel mooi. En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw vader, hij die in de hemelen is. En niet vader, laat me niet lachen, Martin. Die alle misdrijven, misdaden, al die kleuterneukerij van de katholieke kerk ziet als collaterale schade die bedoeld was voor het goede doel. Dus dan mag je ze niet kwalijk nemen. En hij laat zich gewoon vader noemen. Hij gaat gewoon recht in tegen de Bijbel. Ging. Helaas is hij dood. Zodat ik hem niet meer kan toespreken. Niet meer ter verantwoording kan noemen. Ik wou dat ik die man had kunnen exposeren terwijl hij nog leefde. Oké. Einde van de uitzending. Ja. Hartstikke bedankt, schattenbouten. En op zijn hamburgers, zag ik. Tjus. En dag, lieverds.